Hier zijn 8 manieren om je Pokémon pakjes te openen. Methode nummer 1, de klassieke manier. Gewoon open doen, met de hand. De koudkaart eraf nemen. Omdraaien. 4 kaarten naar voren doen. Opnieuw omdraaien terwijl je de energy raadt. En ik denk dat het een leaf energy is. I just fricked die fruct. Ik heb het verpoept. Oeps, ik heb iets misgedaan. Eentje te ver naar voren. Dat gaan we gewoon negeren. Maakt niet uit. De energy. Oké. Er is niks gebeurd, hè, mensen. Swoobat, Lombree, Lucky Ice Pop, ja, Nicket, Dwebbel, Rufflet, Rongerolla, Switching Cups. En we weten al wat de laatste kaart is, de Shiftry. Methode nummer 2. Een Pokémon pakje openen met een mes. Voorzichtig voelen waar de kaarten zitten, hier van boven. En dan gaan we snijden. Ja, voilà. Dat is open. En de kaarten zijn... een koudkaart voor jullie thuis. Dan snel even de card trick toepassen. Ik ga geen risico's meer nemen. En ik ga gewoon 3 naar voren doen. En dan gaan we eens kijken wat ons mespakje ons heeft opgeleverd. Hitmonchan, Fletchling, Tentacool, Pikachu, Pika. The Scroll of the Flying Dragon, Reverse Holographic. En de laatste kaart, Goller V. Methode nummer 3, je blinddoekt een pakje Pokémon kaarten openen. Ik heb hier een mondmasker. Maar mondmaskers, als je die over je ogen draagt, dan heb jij een blinddoek. Kijk eens aan. Even uit mijn mond halen, voilà. Ik zie niks meer, hè. Kaart nummer 1, hier zo. Ziet je hem? Ik weet het niet. Kaart nummer 2. Waarom hou ik die zelf schuin? Zo, hier, ja? Oké. Kaart nummer 3. Oh, wauw, mooie kaart. Nummer 4. Deze? Is die goed? Ik weet het niet. Nummer 5. Oh, als ik nu die Rayquaza vind, hè. Nummer 6. Hoeveel kaarten zijn er in een pakje? Hier zo, hallo, ziet je hem? En dan 7. Ja, gezien? Nummer 8, nummer 9. Zat er iets goed tussen? Conclusie, geblinddoekt Pokémon pakjes openen werkt niet zo goed. Jullie hadden de codekaart niet eens kunnen zien. Hier is die. En deze kaart hadden jullie ook niet gezien. En ik ook niet. Methode nummer 4, met een schaar. Oké, beloof me dat je niet lacht met de grootte van mijn schaartje. Ik heb even mijn grote schaar niet meer kunnen vinden. Die is kwijt, dus we moeten het met het klein schaartje doen. Dat werkt even goed, kijk eens aan. Hebben we in onze kaarten gesneden? Dacht het niet. Hier is voor jullie thuis opnieuw een codekaart. Jullie krijgen hier toch altijd heel veel codekaarts, hè? Ik hoop dat jullie daar blij mee zijn. En soms zie ik in de reacties zelf dat jullie toch een goede kaart hebben kunnen vinden door die codekaarts op het online spel. Dus graag gedaan. Petty lil Dino, Teddy Ro, Teddy Ursa. Vorige keer al heel vaak fout gezegd. Phoebus, cha-cha-cha, Ludicolo. Dansend in het woud, I guess. En dan de laatste kaart van dit pakje. De laatste kaart, pakje nummer 4 is... een enge Sharpedo High. Maar wacht, als je mijn schaartje te klein vond, dan gaan we nu naar methode 5. De heggenschaar. Hoe ga ik dit aanpakken? Eens kijken of ik het puntje kan afknippen. Oeh, yes, dat knipt gewoon. Ik had verwacht dat het veel te bot ging zijn. Knip, knip. En knip, valassen. Wow, dat ging makkelijk. Een beetje zand bij de kaarten, dat kan geen kwaad, hè. Oh, kak. Slechte koudkaart. Ah, we weten al dat er niks goed in dit pakje zit. Jammer, teleurstelling. Wel een hele mooie energy kaart. We zien een Ursaring, woedend in de nacht bij de volle maan. Swoobat, digging gloves. Wat in godsnaam zijn digging gloves? Dat moet je aandoen als je gaat graven. Gossifleur, de enge Bloemkool, Fletchling, Scraggy, Hippopotas, Timpole, Melontic, Reverse Holographic. En de laatste kaart, zoals we al zeiden, een slechte kaart, maar wel een leuke Pokémon. Altaria. Methode nummer 6 heb ik totaal geen goesting in, maar hier gaan we. Methode nummer 6. Als eerst is heel goed schudden voor we gaan kijken welke kaarten we hebben gekregen. En met schudden bedoel ik dus de kaarten eruit pakken. Hup, zo'n beetje zoals dit. Dan zit je hier mijn Pokémon kaarten. Oké, nu hebben we dus al deze kaarten. Maar we gaan dus zo een beetje mengen. Zo, huppakee. Maar dat gaat te traag. Weet je wat we doen, hè? We doen dat zo, voilà. Goed die holographics schuren. Daarom zei ik dat ik het niet graag deed. De kaarten gaan hierdoor een beetje kapot. Maar maakt niet uit. Nu is alles dus een verrassing. Eender welke volgorde kunnen we nu alles krijgen. Weet je hoe we het gaan doen? Oh. Weet je hoe we het gaan doen? Weet je hoe we het gaan doen? De kaarten die nu ondersteboven liggen zijn de kaarten die we nog niet hebben gezien. En ik ga gewoon eentje pakken en omdraaien. De eerste kaart van het pakje is een Crystal Cave. Kaart nummer 2 is een Slagot. Nummer 3 dan, aan deze kant, is een Rescue Carrier. En nummer 4 daar langs, oh, is een Petty lil. Nummer 5, als ik nog één keer stot in mijn camera, manneke, Pincer. Nummer 6. Oeh, is het de Reverse Hollow? Nee, opnieuw de Scraggy. Nummer 7 dan, de Crystal. Volgende kaart. Oeh, er zat dus een Energy bij, maar zat er een code card bij? Ik denk het eigenlijk niet. Hitmonchan. Scherp stellen. Hitmonchan. Volgende kaart. Hitmonchan, Reverse Holographic. En dan is dit ofwel de Holographic, of dit zou de codekaart moeten zijn. Nee! Phoebus. Hier is de codekaart. Ik dacht oprecht dat er geen in zat. Allee. Het mysterie is dus opgelost. De volgende methode mogen jullie niet thuis nadoen. Methode nummer 7. Openmaken met vuur. Ja, dat hoorde je goed. We gaan een Pokémon pakje proberen open te maken met vuur. En de manier waarop ik heel mijn kamer niet ga laten stinken naar plastic is op deze manier. Ik ga dit mes zo heet mogelijk maken en dan als boter door dit plastic pakje snijden. Ik hoop dat het goed gaat, maar het mes zal nu wel warm zijn. De kaarten zitten goed van onder. Eens kijken of het erdoor gaat. Ja, super makkelijk. Doe dit alsjeblieft thuis niet na. Oké, ik ben wel benieuwd wat er in pakje nummer 7 zit. Allereerst de codekaart en dan gaan we alles er eens uithalen. Oei, het is hier zwart van boven. Zijn dat mijn vingers die vuil zijn? Ja, er is zwart van de kaars op mijn vingers. Dat zijn details, maakt niet uit. Ik hoop dat jullie die ambulances niet horen. Oh, daar had ik het bijna verpest. Op de achtergrond, maar ik heb even mijn raam opengezet, want het stinkt hier naar plastic en vuur. Petty lil Dino, Teddy Ursa, Phoebus. Oeh, er wordt hard op hem gejaagd. Maar gelukkig ontsnapt hij met zijn hop-hip. De Reverse Hollow trainerkaart van Ryan, ik weet het niet. En de laatste kaart is onze eerste holographic van vandaag, Victini. En dan als laatste methode, methode nummer 8, hou de bijl eruit. Hopelijk ga ik mijn kaart niet kapot hakken. 3, 2, 1, tjak, tjak, tjak. En jawel hoor, het pakje is zoals je kunt zien op meerdere plaatsen open. Weten jullie nu zelf nog een paar leuke methodes om pakjes te openen? Dan zal ik hier eens een deel 2 van maken. En wie weet komt uw methode dan in de volgende video, in deel 2 van deze video. Dus plaats maar gewoon even een reactie. Laat ook even een likeje achter. Abonneer als je nog niet geabonneerd bent. Daar gaat mijn lamp. Alles is hier plat, alles loopt hier mis. Chinchu, Dino, Pumpkaboo, Carvanha, Swalus. En om af te sluiten, mijn laatste kaart van vandaag. Oh! Dracozolt VMAX. Ik ben zo blij dat ik niet ingehakt heb op deze kaart met de bijl. Wow, wat een afsluiter. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.